En goedemorgen allemaal. Blij dat jullie weer massaal hebben ingeschreven voor ons zevende en laatste webinar van het seizoen. Nogmaals herhalen dat we enorm blij zijn met de massale positieve reacties. Ik ben ook ontzettend blij dat iemand als Chris van Sneek bereid was gevonden om deze webinarreeks af te sluiten. Het is wel eens leuk om ook op AB-niveau is over het muurtje te gaan kijken. En over het muurtje kijken wil niet alleen zeggen wat betreft het internationaal volleybal, maar hoe ga je eens kijken welke zaken je vanuit het damesvolleybal mee kan nemen naar het herenvolleybal. Net zoals bij de vorige webinars zullen er vragenrondes zijn. Dus Chris zal een aantal topics behandelen en komt dan terug met de antwoorden van een aantal vragen. En naar goede gewoonte zullen jullie in de loop van volgende week ook de naverwerking krijgen. Maar tot zover de inleiding. Ik geef graag het woord aan Chris. Bedankt Christophe, bedankt voor de inleiding. Er zijn direct al een aantal hoge verwachtingen gesteld. Ik hoop dat ik daar kan aan beantwoorden. Ook van mij een tweede goedemorgen vanuit het EVC hier. Toen Christophe mij de vraag stelde een aantal weken terug om een webinar te presenteren, ben ik eens gaan nadenken over welke topics zouden aan bod kunnen komen en zijn zaken die nog niet zo vaak gepresenteerd geweest zijn. Zo ben ik terechtgekomen eigenlijk bij het internationale volleybal en bij uitbreiding bij de tendensen in het damesvolleybal. We hebben in de jaren dat wij actief zijn met het nationaal team een enorme databank kunnen opbouwen, waarin dat wij kunnen putten en waarin dat wij toch een aantal zaken kunnen tonen die toch interessant zijn voor de damestrainers, maar wij hopen ook voor de herentrainers. Straks iets meer daarover. Ik heb heel veel beelden gebruikt in deze presentatie. Bedankt Christophe daarvoor om mij in deze coronaperiode toch bezig te kunnen houden met het kijken naar ja, beelden van topvolleybal. Dus dat was een leuke uitdaging en een leuke bezigheid ook. Ik heb in heel veel beelden gebruikt. Ik heb ook vooral een aantal tv-beelden of tv-captaties gebruikt, zodanig dat de beelden niet enkel van de camera achter het veld zijn, maar dus effectief ook van tv-beelden. Kan inspirerend werken voor de jongeren, trainers die met jonge meisjes of jongens werken. Die beelden tonen, die beelden komen weinig aan bod. We zien de Messi's en de Ronaldo's wel dagelijks op tv passeren, maar de Egonu's of de Roos, de Leons, die zien we minder passeren. En het kan dan wel ja, toch wel inspirerend werken om zo'n beelden te kunnen gebruiken of te zien op de trainingen. Tendensen. Ik had bij het opstellen van deze presentatie meteen een goede babbel met mijn mentor. Een kritisch klankbord, wat ook gezorgd heeft dat deze presentatie geworden is wat ze is. Dus ik wil hier een aantal nuances meteen brengen. Tendensen en mogelijkheden, evoluties binnen het volleybal. Altijd te bekijken natuurlijk met de mogelijkheden binnen je eigen team. We willen het niet altijd te negatief stellen, maar fysieke opportuniteiten versus beperkingen, bijvoorbeeld lengtebeperkingen, zijn toch wel belangrijke items waarom bepaalde spelsystemen of bepaalde zaken voorkomen in een volleybalspel. Hetzelfde bij een cultuur binnen een team, cultuur van een land. Als ik bijvoorbeeld naar Japan kijk, Japan waar ze de ijzeren discipline hebben om contact 1 en 2 binnen het volleybal heel precies te kunnen verzorgen. Dat is een van de culturen binnen hun team, maar ook de culturen binnen een land en invloeden van andere mensen die geboren worden wel in uw land, maar die wel beïnvloed zijn door, bijvoorbeeld, ik geef maar een aantal voorbeelden, Egonu bijvoorbeeld of Juan Torena, Leon nu in Polen. Dat zijn natuurlijk zaken die uw team sterker kunnen maken en die bepaalde fysieke opportuniteiten bieden die er misschien niet meteen zijn in de cultuur van uw land. Een trend kan ook een modeverschijnsel zijn. Of wanneer is een trend een modeverschijnsel? In Italië wordt nu heel veel gepraat, zeker bij de damesvolleybal, over de snelheid waarmee dan Mazzanti, de coach, die daar nu al een aantal jaren aan het werk is, de snelheid die hij daarin gebracht heeft in het spel. Soms misschien zelfs te snel, maar zaken die echt puur specifiek gelinkt zijn aan zijn team en de mogelijkheden van bijvoorbeeld een Silla die heel snel moet komen, op die manier haar fysieke tekortkomingen
in de verf of niet in de verf te laten stellen natuurlijk. Maar met een Egonu, een speelster die op iets trager tempo aangespeeld wordt, spelen zij niet zo snel. Zijn dat zaken die moeten overgenomen worden in het internationale volleybal? Dat ook altijd aan een kritisch daglicht bekijken. Wat kan mijn team aan? Soms is een aanvaller gunstiger bij een iets hogere aanspeeltempo, waardoor dat hij iets meer hoeken kan maken. Dus dat zijn toch ook belangrijke dingen om in acht te nemen tijdens deze presentatie. Je bent natuurlijk afhankelijk van talent, afhankelijk van de instroom. Ik heb het al gehad over de cultuur binnen een team, afhankelijk van de lengtes die er zijn in uw team. Ik denk dat dat ook altijd een heel belangrijke parameter is van succes. Ja, wat is het talent eigenlijk dat aanwezig is binnen uw volleybalvijver? Ik ga de verschillen in spelsystemen aantonen over de hele wereld. Ik denk dat binnen Europa iedereen wel een beetje op dezelfde manier speelt. Maar in Azië ziet er dat toch iets anders uit. Daar hebben we het combinatievolleybal, het frivole volleybal, het ander type volleybal. Die toch misschien eens interessant kan zijn om te bekijken. Helemaal op het einde van de presentatie zit daar zelfs ook iets van het mannenvolleybal in. Waar misschien wel de oorsprong uiteindelijk lag bij de dames. Maar bon, dat is een uitdaging die ik zeker wil aangaan om die te bewijzen. En tot slot veel meer wedstrijden dan vroeger. Ik denk dat de spelers en de speelsters van deze generaties, die hebben sowieso veel meer kansen om zich te meten met de top van de wereld. Dus er zijn veel meer wedstrijden dan vroeger. Vroeger hadden we een seizoen van 30 wedstrijden, nu gaat het vlot naar 55 wedstrijden op één jaar of op één seizoen, 5 maanden seizoen. Er zijn veel competities bijgekomen. Ik denk dat het volleybal ook heeft geholpen om te evolueren. Nu, wie zijn deze topploegen bij de dames? Ik heb hier de FIVB-ranking genomen. En de FIVB-ranking heeft een nieuw systeem sinds 31 januari. Misschien weet u dat wel. Dat is zij noemen het een faire ranking. Het is een ranking die rekening houdt met elke wedstrijd, elke gespeelde wedstrijd. Een beetje vergelijkbaar met het tennis, waar ze de waardeverhoudingen gaan bekijken tussen beide landen vanuit historische data. Bijvoorbeeld Brazilië tegen Italië, dat is nu nummer 3 en 4 hier tegen elkaar. Als dit heel dicht bij het verwachte resultaat zit, bijvoorbeeld 3-2 of 2-3, dan is daar weinig puntengewin. Is daar een onverwacht resultaat, laten we nu zeggen dat wij tegen China met 3-0 zouden winnen, België zijnde met 3-0 zouden winnen, dan kunnen wij heel veel punten winnen in de ranking en kan China bij gevolg ook heel veel punten verliezen. Dan maakt dat elke wedstrijd nu aan belang gewonnen heeft. Ik zei net, ja, zij vinden het een faire ranking. Het gaat natuurlijk zo dat de waardes binnen elke competitie, zijn belangrijker. Olympische Spelen heeft bijvoorbeeld een waarde van 50. Een EK heeft maar een waarde van 15. Een Euroleague heeft maar een waarde van 10. Een Volley Nations League heeft een waarde van 45. Dus uiteraard is deze ranking ook wel een weergave van de landen die kunnen deelnemen aan al deze verschillende topcompetities. Als we nu damesvolleybal bekijken, ja, dan zien we dat de dominantie nu in de laatste Olympiade toch echt wel bij China zit. China die de Olympische Spelen gewonnen heeft, die ook de laatste World Cup heeft gewonnen. En die echt wel een stap hebben gezet in het combineren van het Europese fysieke volleybal en het combinatievolleybal van Azië. Die hebben die beide zaken toch wel kunnen integreren. Waar vroeger, heel vroeger, Cuba een dominant land was, zien we die nu zelfs niet meer in de top 20 verschijnen. Binnen Europa, we weten dat Europa een sterk continent is. Er staan 9 Europese teams in de top 20 van de FIVB-ranking. En we zien daar ook een enorme dominantie van Servië. Servië, die Europees kampioen zijn, die ook wereldkampioen zijn, eigenlijk dubbel Europees kampioen zijn, die ook Europees kampioen bij de mannen zijn. Dus voor zo'n klein land toch echt wel heel knap dat Servië zich daar tussen heeft gewrongen en toch echt wel de standaard is binnen het internationale damesvolleybal. Nog even terug over de faire ranking. Je ziet hier Servië staat met een pijltje naar beneden op plaats 6. Dat heeft alleen maar te maken met de World Cup. Terzic heeft beslist om de World Cup, die was vlak na het Europees kampioenschap, heeft gezegd van ja, daar gaan wij niet nog extra met ons A-team naartoe. En die heeft die competitie eigenlijk wat opgegeven. En voor de FIVB heeft die veel waarde, waardoor dat zij gezakt zijn in de ranking. Op deze slide zie je de deelnemers van de Olympische Spelen. Men zegt altijd, ja, Olympische Spelen is dé competitie. Ik denk dat dat binnen het volleybal lichtjes anders zit, in die zin dat het WK
toch wel alle beste landen van de wereld vertegenwoordigd heeft. Ik zag onlangs een kliniek van Vital en Vital heeft het eigenlijk over een vijftal ploegen die effectief voor de medailles kunnen spelen en de andere landen die wel aanwezig zijn op de Spelen. Dat is ook bij de dames zo, zoals in Kenia. Ja, die in hun continent natuurlijk de beste zijn of de betere zijn, maar die niet gaan meedoen voor de medailles. Hetzelfde verhaal voor een Argentinië bijvoorbeeld. Dus dat zijn toch wel zaken die Olympische Spelen niet direct de sterkste landen tonen, maar uiteraard ja, in de laatste vier staan altijd de beste landen en die zijn daar wel aanwezig. Dus Servië, China, USA, Brazilië, Italië. Dat zijn toch wel de kandidaten die op de volgende Spelen, die normaal nu aan de gang of bijna aan de gang zouden zijn, moeten presteren. Dan bij de eerste slide effectief over tendensen gesproken. Er zijn coaches die zeggen dat het damesvolleybal altijd wat achterop hinkt op het mannenvolleybal. Dus er zijn die zeggen die hinken 3 jaar achterop. Ja, dat is misschien wel zo, maar we kunnen niet rondom dezelfde tendensen heen. Fysieke impulsen in het damesvolleybal. We zien een enorme vooruitgang qua fysieke kracht en snelheid. Je ziet hier een aantal speelsters vernoemd. Ik ga ze niet allemaal opnoemen, maar dit zijn de spelers die op dit moment toch echt wel de top van de wereld zijn. En dat zijn allemaal speelsters, 1,93 meter, 1,98 meter, 2 meter, die een detail te hebben, 3,44 meter voor Regonu. Een enorme fysieke toename, veel kracht, veel hoogte. Om mee te doen op dat niveau is het een vereiste of bijna een vereiste om effectief zo'n speelster te hebben. Ik heb in mijn presentatie altijd beelden gebruikt, dat zei ik al. Een aantal tv-beelden zijn ook voorzien van commentaar en dan ga ik ook zelf even zwijgen zodanig dat het beeld perfect overkomt. Ik hoop dat de techniek ons niet in de steek laat en dat we effectief de beelden goed in uw huiskamer krijgen. Ja, dit is Egono bijvoorbeeld, een van die speelsters die ik net vernoemde, die het Italiaanse volleybal toch op een hoger niveau heeft gebracht. Is dichter bij huis, Lonneke Sloetjes. Lonneke Sloetjes die misschien net over haar top is, die ook aangekondigd heeft om een break te nemen. Tandara, Brazilië. Fenomenale schouder. De beste speelster van de wereld op dit moment. En ook altijd interessant om de spike speed erbij te zien, 101. En tot slot was het Boskovic, de Servische hoofdaanvalster, ook 102 per uur. Een aanvalssituatie uit een out-of-system situatie, die toch heel scherp geslagen was. Dus een voorbeeld van de fysieke invloeden die er zijn in het damesvolleybal. Ik heb in mijn presentatie ook altijd een link gemaakt met de Yellow Tigers. Niet om onze eigen speelsters op een piedestalletje te plaatsen, zeker en vast niet. Maar wel om aan te tonen waarom de Yellow Tigers, of waarom dit project al de komende afgelopen 6 jaar op dit hoogste niveau heeft kunnen meedoen. Dus ik wil met de beelden altijd wel wat duiding geven, zodanig dat we ook met ons eigen nationaal team die voorbeelden kunnen tonen. Hier toon ik een aantal voorbeelden van Kaya Grobelna, onze hoofdaanvalster. Die momenteel in de Italiaanse competitie speelt. Hier een rally tegen Japan, een van de ja, toch meest spraakmakende overwinningen van ons nationaal team. Tegen Japan, tegen het A-team van Japan in de finale. Verbots. Net getransfereerd, net aangekomen in Italië en ook zit in Novara op dit moment. Wat een hit dat was. Magnificent timing voor Herbots.
Dat zijn toch echt wel de mensen die ons mee op dat fysieke aanvallende niveau hebben gebracht. Hè. Dus een statistiek. Ik heb heel veel data, had ik al gezegd in het begin van de presentatie, heel veel data. En daarin zijn we ook wat gaan grasduinen om een aantal zaken gaan toe te lichten en eigenlijk ook, ja, niet te verantwoorden, maar een aantal zaken te gaan tonen. De rallies bij de dames worden duidelijk korter. Hier staat in een studie van FIVB, die jaarlijks uitgevoerd wordt op de internationale volleybaltoernooien, 7,13 seconden voor een rally. Bij de mannen is dat 5,65, dus ook daar nog altijd wel wat korter. Bij de dames nog iets meer kans, of toch meer kans, om verdedigend iets te doen. We zien hier twee lijnen, dus de rally, de rode lijn is de rally duration, de algemene rallies, alles bij elkaar. En dan de pseudo-rallies, en de pseudo-rallies, dat zijn de aces of de service missers. Die zijn daaruit gefilterd bij de rode lijn, en bij de blauwe lijn zitten die daarbij in. Dus als we die daaruit filteren, dus de opslagmissers of de services, dan zien we die kortere tijden terugkomen. En dat is echt wel een evolutie van 2014 naar 2019. Waar dat die rallies effectief korter worden. De dominantie van de fysiek in een aanval. Dan aanval opgesplitst. Aanval out of system. Als ik spreek over out of system, dan betekent dat het aanvallen zijn die gebeuren waarbij dat de opbouw gebeurt van buiten de 3 meter lijn. Dus dat zijn out of system, noemen ze dat, of nul situaties. Kunnen we ook over spreken. Wat is daar heel opvallend in onze data die we zelf hebben? Daar zien we over de internationale toernooien 2013 29%, 2019 35%. Om duidelijk te zijn, dit zijn alle aanvallen, dus zowel side-out als tegenaanval, maar vanuit een situatie waar de spelverdeler of libero de pas geeft van buiten de 3 meter lijn. Dus ook daar een enorme toename van een scorend vermogen met cijfers toegelicht. Daar worden verschillende spelsystemen gebruikt. Er wordt een keuze gemaakt, nu de laatste tijd meer, voor twee hoofdaanvallers. Servië, Boskovic, Mihailovic, straks een aantal voorbeelden daarvan. Stišek, Smarček, Lipman, Ortman bij Duitsland, Brazilië, USA. Die spelen met 2 of 2,5 speelsters in receptie. Zelfs ook bij het damesvolleybal. Denk ook daar een beetje de link richting het mannenvolleybal. Het versnellen van de setup in out-of-system situaties. Ik heb daar al Italië als voorbeeld aangehaald. Die eigenlijk constant uw midblok of constant het blok onder druk houden door ook tempo te brengen in situaties waar de passen uit het net zijn. Straks een aantal voorbeelden van zelfs hun libero die eerste tempo speelt. Het zijn misschien een aantal foliekjes, maar het is toch echt wel een tendens om het versnellende gaan toe te passen. Tegenovergestelde gebeurt bij bijvoorbeeld een Mihailovic, die daar die hoge ballen nodig heeft om effectief die power te gaan gebruiken en de punten te gaan scoren. Het gebruik van blokhanden is iets wat al heel fel veranderd is of heel fel geëvolueerd is. Een aantal voorbeelden daar bij Turkije, Italië, Korea. Dat is het gebruik van de blokhanden. Dus bovenop de top van de vingertoppen ook een ander type slag. Eigenlijk een floatslag, niet zozeer een topspinslag, maar echt een floatslag om het blok te gaan gebruiken. Of tegenover fysiek sterke blokkers, de toename van lengte, om toch het blok te gebruiken om te scoren in plaats van rechtstreeks een bal op de grond te scoren. Dus dat zijn out-of-system situaties. Wat hebben we dan nog? De keuzes om niet met een specifieke opposit te spelen. China bijvoorbeeld is zo'n mooi voorbeeldje. Die spelen met een opposit met receptiekwaliteiten. Dus dat is geen opposit die achter 3 meter lijn actief is, maar dat is een opposit die constant als stofzuiger, als balans, cementspeelster gebruikt wordt, waardoor dat een zoeting bijvoorbeeld op positie 4 telkens kan aangespeeld worden, maar nooit een verantwoordelijkheid moet dragen in receptie of uitgespeeld kan worden door een goede service of een tipbal bijvoorbeeld. Heel beperkt daar verantwoordelijkheden krijgt, maar heel veel verantwoordelijkheden krijgt in aanval. Een ander type spel daar rond. Een aantal voorbeelden van aanvallen in nul situaties. Dit zijn beelden uit de EK-finale tussen Servië en Turkije. En hier wil ik een aantal voorbeelden geven van een Mihailovic. Hier is Mihailovic. Je ziet hoge bal, fysiek sterk, de bal afmakend. Hier zie je een verdedigende actie van Boskovic. Hoge bal en opnieuw Mihailovic die het punt maakt. Hier zie je wel een systeem.
twee spelers in receptie, of in ieder geval Mihailovic, die even terug, Mihailovic, die uit receptie gezet wordt door de libero. Hoge pas voor Boskovic opnieuw, die weer de fysiek kan gebruiken, de hamer kan gebruiken. Mihailovic die op het terrein kan blijven staan door de kwaliteiten van de libero. Fysieke jump spin service, straks wat meer daarover. Hier Boskovic tegen Drieblok, opnieuw gescoord. Een aantal voorbeelden van aanvallen out of system. Oké, ook weer de link daar met het Yellow Tiger verhaal. Hier heb ik een aantal voorbeelden van het OKT genomen van in januari van dit jaar. Waar we tegen Duitsland een heel sterke partij spelen. Duitsland die eigenlijk toch wel de verrassing waren op het OKT, die mee in de finale stonden. Met een hele sterke Lipman, maar daar waren we heel, heel dichtbij. Zeker eerste setwinst. Alle sets op 2 punten verschil. En hier zien we een aantal aanvallen van Brit. Die ook in nul situaties, zelfs tegen een 3-blok, fysiek het punt daar gaat scoren. Nu een voorbeeldje van ook een aantal slagvariaties. Oké, diagonaal. Op en dan de lijn, blok-out, blok gebruikende om te gaan scoren. Dus aanval vanuit een moeilijke situatie. Nog een laatste voorbeeldje. Minder een nul situatie deze, al iets meer receptie die toch in de 3 meter lijn zit. Dus iets meer een plus situatie. Aanval out of system. Ik zei het al net, meer variaties in aanvalstechnieken bij de dames. Vroeger hadden we misschien enkel de simpele tip. Nu hebben we toch ballen blokrecup, ballen die via het blok gaan, ballen die in het blok geslagen worden, die bij ons terug gerecupereerd worden. We kijken ook heel fel voor ons dan naar het mannenvolleybal met Kubiak en Gapet zijn daar misschien wel de twee voorbeelden die het meeste arsenaal hebben aan tips. Aanvallende tips, dunktips, drivetips, dunktips, powertip noemen wij dat vanuit de hoogte. Effectief de bal begeleid, niet begeleid, maar effectief echt gooiend richting de grond. Veel slagvariaties. Aanvallende shots die vanuit hoogte gebeuren, met speelsters van 1,90 meter tot 2 meter, is die aanvallende shot zeer agressief achter een 3-blok. En een float-aanval bovenop de blokhanden is een type aanval die we eigenlijk gezien hebben van het Aziatische volleybal. Dus is effectief een blokkeren van het hand, waarbij dat zij de bal op een andere manier raken en een float-slag gaan doen en een blok gebruiken om op die manier punten te scoren. Gezien hun mindere lengte zoeken zij andere oplossingen. Straks daar ook een aantal beelden over. De invloed van het challenge-systeem is natuurlijk toch ook wel een beïnvloeding van het volleybal. Zeker in die out-of-system aanvallen. Je ziet nu veel meer aanvallers die echt mikken gaan voor die blokhanden. Een interessante data daar die ook in die F5EB-studie staat, is 44% van de challenges wordt aangevraagd voor bloktouch. En effectief daarvan zijn er 42% succesvol. Dus je ziet, het is altijd heel moeilijk om een klein pinkje te zien voor een scheidsrechter. Maar het is heel vaak succesvol. Dus bijna 1 op 2 van de challenges worden succesvol geacht. En het mikken op die blokhanden, echt het gaan in aanval, fysiek gaan in aanval in die nul situaties. Ja, die invloed van dat challenge systeem is natuurlijk zeer belangrijk. Iets moeilijker om dat in België toe te passen uiteraard. Omdat we niet in alle zalen die challenge systemen hebben. En zeker in het damesvolleybal. Helemaal geen challenge systeem hebben, behalve in de bekerfinale. Dus ook daar natuurlijk het internationale volleybal als voorbeeld. Een aantal voorbeelden van die slagvariaties. Hier een aantal voorbeelden van de Turken. Ismail Oglu is zo'n specialiste. Je ziet daar geduldig het punt opgebouwd, diep in het blok, en dan snelheid gebracht door de spelverdeler. Hier een drive-tip situatie, een bal die doorgetipt wordt, diep in het veld geplaatst wordt. Twee voorbeeldjes van een tip. Ook bij de Yellow Tigers hebben we denk ik ondertussen een specialiste in dit verhaal, Celine van Gestel. Heel veel shotvariaties, hier agressieve shot in de lijn, gebruiken van een zwakkere verdediger, opzoeken daar en minder het fysieke verhaal, maar meer het variëren in slag en in tip.
Hier een blok recup verhaal, waardoor Brit in de pipe kan vrijgespeeld worden. Dit is een wedstrijd op het EK tegen Polen. Een wedstrijd die met 3-2 gewonnen werd door onze Tigers. Hier een nul situatie tegenover een 3-blok. Netjes weggelegd. En hier een laatste voorbeeldje met een shot, agressieve shot. Opgezocht. Zwakkere verdediger. Oké, tot daar het out-of-system verhaal. Dus daar zien we toch heel veel wijzigingen in het volleybal, een evolutie in het damesvolleybal, om daar te gaan scoren. In-system zijn dan de aanvallen die gebeuren vanuit plussituaties, dus waar dat de spelverdeler in de 3-meterlijn staat, goede situaties. Daar evolueert dat side-out-spel bij de dames naar 55% scoren. Daar is natuurlijk een rol voor de fysieke middenaanvallers. Dadelijk een aantal voorbeelden daarvan. Veljković bij Servië, Folie bij Italië. Ook daar neigen we richting het mannenvolleybal, dat we zonder servicedruk en in perfecte situaties eigenlijk moeilijker en moeilijker in staat zijn om een aanval te stoppen. Dat gaat dan over de fysieke middenaanval, maar we hebben net de fysieke aanvallers gezien bij de eerste slide. Wordt moeilijker en moeilijker. De pipe aanval is misschien zoiets wat je kan vergelijken met een modeverschijnsel. Barbolini zei in een van zijn webinars erover. Ja, het is misschien wel geïntegreerd, het wordt misschien wel gespeeld, maar ga eens kijken boven 2020, ga eens kijken naar de efficiëntie boven 2020. Wordt het dan nog vaker gebruikt of gaan we dan bij de dames nog eerder naar positie 4 gaan om daar de fysieke kracht te gebruiken? Het zit nog wat dubbel. Bij de heren is dat echt een ingebakken side-out spel met de vierde aanvaller. Ook weer daar Kubiak en Gapet Leon als voorbeelden. Bij de dames is het eerder in tegenaanval, freeball situaties, waarin dat die pipe getrokken wordt. Bij ons hebben we een verhaal van een pipe die niet zozeer in het centrum ligt, maar die eerder gespreid ligt, meer tussen positie 4 en positie 3 of positie 2 en positie 3. Dus iets meer uit het centrum, waardoor dat wij proberen iets meer netbreedte te blijven gebruiken. En waardoor dat wij zwakkere blokkers proberen op te zoeken op die manier. Straks ook een aantal voorbeelden daarvan. In-system uiteraard, het combinatievolleybal, de invloed van Azië. Het combineren waar dat de spelers kruis, staffel lopen, dat zijn zaken die we misschien vroeger hier in het volleybal zagen, die daar nog altijd zeer efficiënt en effectief worden toegepast. Japan en Thailand zijn de twee mooiste voorbeelden daar, die een heel mooi volleybal spelen, ook technisch zeer verzorgd zijn. Met heel precieze uitvoeringen en die daar in system natuurlijk zeer efficiënt kunnen zijn. Hè. Dat is ook hun middel om te kunnen blijven scoren en daar bovenaan in die rankings te kunnen blijven staan. Spelverdeling is meer structuur, overload, spreiding vooral. Ik kom straks op spelverdeling terug. Het hangt natuurlijk heel veel samen met de kwaliteiten van de spelverdeler. Ja, dit is een belangrijk verhaal gekoppeld in dit in system aanval. Zijn de kwaliteiten van de spelverdeler. Een aantal voorbeelden van de pipe. Wat ik bedoelde. Daar zien we zo'n pipe tegenaanval van Gabi. Daar de pipes en dan wil ik nu een kort filmpje tonen van Thailand, het Thaise volleybal. Zeer speciaal, zeer specifiek type volleybal. En dan zie je hoe moeilijk het is om tegen die landen te spelen. Hier zie je al een eerste combinatie lopen. Vooral hoe moeilijk het is om het punt gescoord te krijgen. Voor de tegenstander dan. De tegenstander is niet minder. Het is een VNL-wedstrijd waar dat zij tegen Brazilië spelen. Een type service die we minder bij ons terugzien, of niet veel meer bij ons terugzien. Well,
hier tegen China. Trouble here, but well rescued. The put away from Pyeongchang. Zijn speelsters met minder lengte, veel minder lengte. Dus spelverdelen van 1,64 meter, onder andere, maar ook hoekaanvallers. Maar zij zoeken steeds naar oplossingen. Hier nog altijd het tempo, agressieve shots. Kijk, opnieuw een aanvallende kans gecreëerd. En daar zei ik al een voorbeeld van China. China die het beide verhalen gecombineerd heeft en die daar die fysieke, ja, imposante middenspeelsters van boven de 2 meter uiteraard ook in hun systeem zitten heeft. Hè. Dan in aanval naar de middenaanval. En dat is misschien toch wel heel specifiek voor een damesvolleybal. Dus de impact van de eenbenige aanval, de fly-aanval zoals we die noemen, of de fast, blijft een heel belangrijke aanvalsvariatie bij de dames. Het is het voor ons een gebruiken van de volledige netbreedte in aanval. Dus de volledige 9 meter kunnen blijven gebruiken. Die is mogelijk op verschillende afstanden te spelen. Dus we kunnen die spelen een beetje binnenkant, een beetje van de antenne weg of vlak bij de antenne. Of echt in de nek van de spelverdeler. Dus daar zijn verschillende afstanden om die bal te spelen. En het is vooral ook een zeer moeilijk te blokken aanval. Voor de blokkers op positie 4, je weet niet op voorhand waar die bal terecht komt. Die blijft doorzweven. En dan wordt het niet zo evident om die af te blokken. Die is efficiënter dan een 3 meter lijn aanval. Er zijn een aantal coaches in het internationale volleybal die zeggen, waaronder de Duitse coach, die zegt van ja, het fly aanval verhaal zal verdwijnen. Ik denk dat we daar toch nuance moeten plaatsen en dat kan verdwijnen indien de opposite dreiging 3 meterlijn positie 1 hoog genoeg is. Bij dat type aanvallers is er geen verschil tussen hun aanvallend percentage aan het net of positie 1. En als we daar een aantal voorbeelden bekijken, dan zijn die eigenlijk enkel echt weggelegd voor ja, toplanden, Boskovic, Egonu. Die hebben we al gezien, Haak, een van de jongeren, komende een Zweedse opposite die bij Vakifbank speelt. Dan heb je de mogelijkheid om te kiezen naar het verhaal waar dat Servië vaak naartoe gaat. Is het verhaal shoot als midden, dus echt voor de spelverdeler en positie 1. Maar het zal toch altijd een aanval blijven die voor de dames een veelgespeelde aanval blijft. Omdat die ook zo efficiënt is uiteraard. Hè, en dat die ook zelfs bij minder goede situaties, dus minder goede recepties, nog altijd aan te spelen is en efficiënter is dan de 3 meter lijn positie 1. We kunnen hier rond de fysieke shoot en de shoot XL MB, hebben we daar al een voorbeeldje gezien van de Chinese middenaanvalster daarnet. Maar we hebben daar ook bij Servië. Dus de fysieke B en shoot XL noemen wij, dus de shoot die iets verder richting positie 4 gespeeld wordt, waarmee er weer heel veel spreiding kan gecreëerd worden, zijn echt aantrekkingspolen. Opnieuw wat beelden vanuit de EK-finale. Hier zien we zo'n shoot. Dit is Popovic, een freeball situatie. Oké, daar die shoot. Echt dreigend. Een hoofd boven het net. Zwaar boven het net. Velkovic, een middenspeelster van 1,90, 1,95. Fysiek zeer indrukwekkend. Dat blijft een verhaal wat ik koppel met mijn aanval in system. 50-55% scoren, ja, houd dit maar tegen. Hier is zelfs 2-blok. Dadelijk krijg je ook nog een 3-blok situatie. Die blijven scoren. Hier is Edda, is een kleinere speelster. Die is geen 1,90 meter, die zit tussen de 1,80 meter. Maar die komt bijzonder snel en met zeer veel variatie. Hier zien we zo'n eenbenige fly aanval. Fly cross was deze bal. Met heel veel variatie. Opnieuw een shoot. Ook bij de Tigers hebben wij fysieke middenmannen. We hebben een aantal voorbeelden. Hier is een voorbeeldje van Dominika Sobolska. Die afgelopen zomer na een sterk jaar in Turkije verdere stappen heeft kunnen zetten in het nationaal team. En hier zien we een aantal van haar aanvallen. Ook zeer fysiek. Vanuit het centrum moeilijk af te stoppen is.
en een belangrijk aanspeelpunt is voor ons en voor Ilka om in ieder geval daar ook de blokaandacht te kunnen houden, zodat onze hoekaanvallers tot scoren kunnen blijven komen. Een aantal voorbeelden, ook van het OKT en van het EK. En ook achter de spelverdeler Dominica Deegten van Waarde is geweest. Dan Silke, een van de jongere talenten, die achter de spelverdeler hier tegen Japan een sterke VNL heeft gespeeld, een sterke VNL-partij heeft gespeeld daar. En hier zien we vooral de variaties achter de spelverdeler, dus fly, C, kort achter, ballen dichter bij de spelverdeler. En dan zie je die variaties en die schouder die toch belangrijk is, die fysieke schouder die toch belangrijk is om het punt kunnen gescoord te krijgen op dat niveau. Hè. Hier tegen Thailand, ook een wedstrijd die toen gewonnen werd. En dat was eigenlijk wel een doelstelling van ons. Hier zien we Marlies Janssens. Was ook een doelstelling van de Tigers om in deze VNL het beter te doen tegen het Aziatische volleybal. Een volleybal waarin dat we, als je daar de eerste keer tegen speelt, niet evident is om het te gaan ontleden. Het combinatievolleybal. En dat is zeer goed gelukt hè, met de winst tegen Japan, de winst tegen Thailand. Hebben we daar toch stappen in gezet en hebben we geleerd hoe we tegen die teams ook effectief tot scoren kunnen komen. Hè. Daar moet je niet de rally aangaan, maar dat zijn teams waar je fysiek, echt fysiek het punt snel moet proberen gescoord te krijgen. En als je dat niet kan, ja, dan wordt het tegen die teams altijd moeilijk en moeilijk. Hoe langer de rally duurt, des te meer zijn zij in het voordeel. Dat hebben we daar straks al aangetoond. Ja, nog een voorbeeldje van een fly-aanval. Niet om lachen met het blok, maar het is gewoon, dit bedoel ik met het moeilijk verhaal. Hè. Dus C, half fly, het is een moeilijk te blokken aanval. En op die manier ja, kan een blok toch echt wel omspeeld worden. Dit zijn de freeball-situaties, dus het is een fake, aanloop. En dat zijn aanvalstypes die we bij de mannen niet terugzien, die we wel bij de vrouwen zien. En die zeer efficiënt zijn. Hè. Zeer efficiënt zijn. En zeker die combinatie hier, Tom Tom en Pumjit bij Thailand. Een tandem die er niet meer zal zijn. Die hebben na de niet-kwalificatie nu in het nationaal team wel gezet. Het volgende onderdeel is blok. Ook daar bij het blok hebben we de fysieke toename in lengte uiteraard. Ja, dat biedt veel meer mogelijkheden om te pinchen. Als je bijvoorbeeld hier is een beeldje van Amerika. Als je tegen hen speelt, die staan zeer gesloten, zeer compact in blok. Om vanuit die posities altijd mee assistering te geven tegenover de aanvallen die door het midden gebeuren of de pipe aanvallen. We hebben de eenbenige afstoot van de midblokker gezien. Straks een aantal voorbeelden daarvan. Het is echt een evolutie die gekomen is, mede door de snelheid die gebracht wordt door de spelverdeling. Is het echt noodzakelijk om als midblokker op één been te gaan afstoten, om te kunnen blokken, om ballen te kunnen raken. Dus dat is een wijziging van die verplaatsingen die toch gebeurd is in de laatste jaren. Cross-step verplaatsing als hoekblokker, vanuit die pinchmogelijkheid cross-step naar buiten gaan. Ook daar toch de nuance maken dat het verplaatsen in sides vaak ook wel makkelijker is om die fly aanval te gaan afblokken. Zij dat het half komt als die C komt in de nek van de spelverdeler komt. Dat die variaties, dat ook daar de side verplaatsingen als hoekblokkers toch belangrijk blijven. Het drieblok verhaal, ja, dat is ook weer gelinkt met het fysieke verhaal. Een muur kunnen optrekken van drie blokkers van 2 meter. Ja, maakt het natuurlijk moeilijker voor de aanvaller om te gaan scoren. Ook daar altijd de nuance maken. Je hebt een hele sterke libero nodig in die zone naast het blok, om die grote zone toch wel te gaan blijven verdedigen. Dat is ook gekoppeld met elkaar. Uw extra blokker die erbij plaatst, moet effectief ook wel weer efficiënt zijn. En dan de tactische blokswitch in functie van zwakkere blokkers. Zaken die ook wij toepassen. Dus wij ook proberen van onze sterkere blokkers te plaatsen tegenover de sterkere aanvallers. En onze minder sterke blokkers te gaan wegschuiven. Dat is ook iets dat bij het mannenvolleybal gebeurt. Hè. Bijvoorbeeld mindere blokkers wegschuiven en dan met 2 gaan blokken. Spelverdeler die uit de blokschaduw gaat of uit de blokzone gaat, in de blokschaduw gaat zitten.
Zijn zaken die effectief ook gebeuren in het damesvolleybal. Zaken die wij heel veel toegepast hebben, zeker in de VNL heel veel kunnen toepassen hebben. En die heel efficiënt zijn geweest om rallies te winnen en wedstrijden te winnen. Een aantal van die voorbeelden. Hier is een wedstrijd Nederland-Italië. Was een zeer geladen wedstrijd, het Olympisch kwalificatietoernooi. Italië die met 3-0 won. En hier zien we een aantal voorbeelden van Chirichella. Ook een fantastische verdediging van Bossetti. Maar hier eenbenig knippen naar binnen. Knippen naar binnen, fysiek net over het net. Net overschrijding. Hier voorbeeld van de Cruijff, één been. Om daar op tijd bij te zijn, perfect gesloten blok. Bellin, nummer 3 aan de overkant, dus de blauwe. Speelsters, de video's gaan misschien net iets te snel voorbij, maar die zullen wel doorgestuurd worden door Christophe. Hier weer eenbenig afstoot. En die netoverschrijding. Dus echt die snelheid die ervoor gezorgd heeft dat die middenman op één been moet gaan afstoten en kunnen gaan aansluiten bij de hoekblokkers. Een aantal middenacties. Een aantal acties van blokkers die bij China zitten en bij Brazilië zitten. Een drieblok situatie. Biedt natuurlijk altijd mogelijkheden om met tip te gaan scoren. Hier Zoeting die erbij geplaatst wordt. Je ziet daar de hoogte waarin die spelers die bal kunnen gaan reiken. En hier weer Zoeting. Assisteren op eerste tempo, zoals ik zei. Zoeting hangt mee op die kort vooraanval. Hier crossverplaatsing van Larsson, de witte speelster. En een aantal voorbeelden ook bij ons. Ook wij passen die eenbenige verplaatsingen toe. Om in staat te zijn om tegen het snelle tempo van de Italianen, hier Marlies, een voorbeeldje van Marlies, om daar aangesloten te kunnen geraken. Hier een voorbeeldje van Dominica, een techniek die zij nog niet kende, die zij deze zomer aangeleerd heeft gekregen. Die wij ook effectief gaan toepassen. Hè. Hoekblok. Assisteren. Ik denk dat we daar niet de geweldige lengte hebben. Dat we daar nog echt stappen kunnen zetten in het assistblok, in het positieblok, positie 4. Dat we daar ook nog wel wat stappen kunnen zetten. Maar hier een aantal goede voorbeelden. Een aantal crossblokverplaatsingen die Brit toepast. Hier een fly aanval. Oké. En dan komen we bij de defense en dan zitten we aan het einde van het eerste deeltje aanval blok defense. Defense en de rol van de libero. Ook de rol van de libero. Ja, verdediging is sowieso meer mogelijk dan in mannenvolleybal. Dat zei ik al. Er is toch nog altijd, wel, altijd kans in defense. En dat blijven we zien. En de rol van de libero is daar zeer spectaculair omhoog gegaan in het kwaliteiten van verdedigen. Ik denk dat De Gennaro daar uitermate goed in is. Dat is de Italiaanse, dat is echt de referentie is. Maar dat is ook effectief de tweede spelverdeler op het veld. En ook weer daar heb ik een statistiek uit de data gehaald. Dit zijn alle aanvallen die gebeuren uit tegenaanval over een volledig seizoen. En daarin zie je dat er 70% gebeurt door de spelverdeler, maar 15% gebeurt door de libero. Dus 15% van de aanvallen gebeurt vanuit een setup. Tegenaanval vanuit een setup van de libero. Dus dat is toch wel iets om rekening mee te houden. Dat de libero effectief ook een tweede spelverdeler op het veld wordt. En dat daar ook een grotere aandacht kan zijn op training voor dit soort van speltechnieken. Bijvoorbeeld de gesprongen bovenhandse setup. Of een onderhandse setup in de 3 meter lijn om snelheid te behouden. En een aantal voorbeelden. Ja, ik zei het net. Di Gennaro, Lin Li, Leia. De Braziliaanse libero. Hier weer een videofilmpje van een aantal acties van De Gennaro. De Gennaro, what a wonderful...
wonderful pickup from Monica Di Gennaro. Extraordinary. She's been the best libero here this week. She and Jody Gilliams, probably. Di Gennaro involved again. She's set up. Desire's on. Mooie setup ook. Finish it. Bausch tries to Di Gennaro lunging for another one. Another mega rally. And it's missed. En hier zie je de kwaliteit van de libero. Aanvallende missen uiteraard ook wel, maar de kwaliteit van de libero is ook Longard. Plak! Di Gennaro with superb defensive work underneath it. Calling to action again. Zie je weer een aantal voorbeelden van snelheid in de aanval. What a rally! Brilliant volleyball here in Catania. Over the top. Oh, Di Gennaro keeps it in play. Balcarcide. Hier tegen ons. Ja, we moeten scoren met Tim tegenover Morales. Gonu can't get enough down with power on that one. Herbots will try and penetrate, but she can't get past. En hier zie je ook vooral de rust, hè, de rust die die libero uitstraalt bij dat eerste contact. De precisie van dat eerste contact is heel sterk. Daar een aantal mooie voorbeelden, denk ik, van de rol van de libero. Wat is ook opvallend, dat is haar techniek in defense. En voornamelijk de defense techniek voor op een tipbal. Dus die gaat niet met een schuifduik naar die ballen, maar die gaat effectief constant al zwevend en dan met de pols de bal hoog houden. Ook hier nog in verre situaties op ballen proberen over te spelen. En dat is iets wat je bij al die Italianen wel terugziet. De kwaliteit of het contact, zelfde touch bij één handarmige ballen die gespeeld worden. Juist toch wel heel sterk. Ook hier weer zo'n voorbeeldje. Dus dat is toch ook iets om te integreren in de training. Hier spelverdeler die ook op die manier kan verdedigen. Toch wel iets om aandacht voor te hebben in defense. Kwaliteiten op een eenarmige verdediging. Dan de pasovernames. Ik zei het al, ja, het is een tweede spelverdeler. Hier weer een voorbeeldje. Oké, dit is misschien een folieke, maar die spelen eerste tempo. De middenman noemt ook folie. Maar ziet hier ook weer eerste tempo spelend, effectief shoot spelend. Dit is iets wat je alleen maar bij de Italianen ziet. Het spel van Mazzanti en Conegliano, heel fel gelinkt met elkaar natuurlijk, zijn dezelfde spelers. Maar hier zie je dat zij eigenlijk via die spelverdeling hier onderhands constant hun midblok onder druk houdt. Omdat zij ook constant 3 aanspeelopties blijven houden. Of zelfs 4 aanspeelopties blijven houden met het integreren van een pipe. Een snelle pipe probeert te spelen. Hier positie 4. Ja, dit is even goed als een plus situatie voor haar. En daar zien we ook een enorme evolutie in de kwaliteiten daarvan. Die loopt voor de spelverdeler. Hier lange afstand pas. Oké, Domi die Egono toch wel even afsluit. Hier ook weer gesprongen setup. Dus de rol van de spelverdeler, ik zei het al, van de libero als spelverdeler, ik zei het al, 15% van de passen gebeuren door die speler. Dat is toch niet te onderschatten. Deze ga ik even overslaan, omdat we anders misschien in tijdsnood komen. Ik ga even over naar Christophe voor een eerste vraagronde. Ja, Chris, er zijn massaal veel vragen binnengekomen, dus we gaan echt een aantal moeten selecteren. Dat wil zeggen hoe interessant de mensen het wel vinden en hoe hun vraag naar meer info er is. We kunnen misschien starten met die concrete vraag van Michel. Ik weet niet of je daar nog een aanvulling bij hebt. Ja, Michel stelde een vraag over het blokswitch verhaal met Ilka. We passen dit dus geregeld toe. Is het switchen van Ilka bijvoorbeeld naar positie 4 tegenover een zwakkere aanvaller aan de andere kant en dan een hoekblokker van ons posteren op positie 2. Ik denk dat dat er regelmatig blokswitchen zijn die wij toepassen. Tot zelfs effectief Ilka in het midden laten plaatsen. Hè. Dus ervan uitgaande van onze service, maar daar kom ik straks toe, hebben wij toch echt wel enorme stappen gezet met het serverende verhaal bij de Tigers, zodanig dat wij dat eerste contact van de tegenstrever fel onder druk kunnen zetten en dat zij minder in staat zijn om door dat midden te spelen. Dus daar die tactische blokswitches, die doen wij inderdaad regelmatig. Ja.
Dan een volgende vraag was van Marnix. Dus jij hebt verschillende aanvalstechnieken besproken. Wordt er in het huidige damesvolleybal nog veel getipt, maar dus de oldschool tip, of gaat men meer voor het punt? Wel, dat is dubbel. Hè, dat is dubbel. Er is een regel. De regel in een topvolleybal is: een tip mag nooit punt zijn. Dus dat is bij de mannen zo, maar dat is ook bij de dames zo. En je zag net een aantal beelden van de Italianen. Het is heel moeilijk om met een simpele tip achter een blok de bal tegen de grond te krijgen. Dus je moet effectief al je fysiek gaan gebruiken om met die dunktips te gaan scoren. Maar we weten dat het zeer efficiënt is om de blokhanden te gebruiken. Dus effectief in aanval fysiek te gaan. En we zijn daar nu ook heel fel mee bezig geweest in deze coronaperiode. Trainingen onder leiding van Gert, hè, die heel fel heeft ingezet op het aanvallende, de variatie in aanval en het gebruiken van een blokbord dan, hè, want er mocht niet geblokt worden, maar een blokbord om bovenop die blokhanden fysiek het punt te gaan zoeken. Maar er blijven natuurlijk altijd opties om tippen te scoren tegenover een zwakke verdediger. Hè. Er blijven bij de dames. Bij de mannen zal dat ook wel zo zijn, dat weet ik niet zo specifiek. Maar verdedigers die echt slecht zijn, hè, en waar je punten kan op scoren. Dus waarom zou je met een tip de bal niet kunnen scoren? Ja, uiteraard blijft dat een optie om te scoren. Volgende vraag heeft eerst te maken met het opleidingsverhaal. En wat gaan we waar plaatsen? Dus het gaat over de drive tips en die variaties. Leren we dat aan bij de jeugd, U15? Of wachten we tot ze senior zijn? En daarbij aansluitend, hoe zit het met het verhaal van de fly? Wanneer wordt dat aangeleerd en wat zijn de voorwaarden om dat aan te leren? Ja, een beetje een dubbele vraag. Ik zal eerst over het tipverhaal spreken. Ik denk het tipverhaal. Aanvallen is sowieso het interessante punt voor volleybal. Om meisjes, maar zeker ook jongens, aan het volleyballen te krijgen, gaat over punten maken. Gaat over fysiek een bal tegen de grond kloppen. Hard gaan slaan. Ik zou niet te vroeg gaan beginnen met het verhaal van tippen en met tipbal een puntje te gaan scoren. Dat zal op lager niveau misschien nog wel vlotter gaan lukken dan op hoger niveau. Maar ik zou in eerste instantie toch wel kiezen voor een opleiding waarin dat er fysiek aangevallen wordt en effectief fouten gemaakt wordt in aanval. Hè. Dat ze effectief mogen gaan voor het punt. En dat ze niet altijd gaan voor het, ik zal maar liever geen fout maken. Ik ga dat maar tippen en bijvoorbeeld zakken tippen. Dus het is een aanvalsvariatie die zeker ook moet aangeleerd worden, hè, let op. Maar die dan in de stijgende fase van het moment moet kunnen getipt worden. En niet zozeer gebruikmakend van zwakke punten van een tegenstrever. Maar effectief uitgaan van, oké, ik ga hier een aanvaller leren aanvallen of fysiek leren gebruiken. Dus als we dat zien van het internationale volleybal, hier dat eerste stuk, ja, daar wordt heel veel aangevallen. Hè. Dus dat is echt een fysiek verhaal aan het worden. Dus ik denk dat we daar zeker meer aandacht mogen aan besteden. En dan het fly-verhaal. Ja, het fly-verhaal is natuurlijk een typische damesaanval en een aanvalspatroon die je zeer analytisch kan aanleren met het aangooien van een bal, een aanloopbeweging op één been. En vanaf wanneer passen we dat toe? Ja, uiteraard komt dat er eerder aan te pas bij een 6-tegen-6 spel. Ook niet te vroeg gaan specifieren. Op U15 niveau hebben we ook nog vaak 6-6 systemen waar iedereen als spelverdeler functioneert. Waar ze altijd met drie aanvallers zijn bijvoorbeeld. Dus daar is dat ook minder van toepassing. Maar ik denk toch dat het iets is dat weinig aan bod komt in de jeugdopleiding. Dus wij zien dat hier in de detectietrainingen ook. Vanaf wanneer starten we daarmee? Hier in de detectietrainingen starten we daar toch mee, 15, 16 jaar. Zijn we toch echt bezig met dat aanvalspatroon aan te leren en met aangegooide ballen te werken. En echt die eenbenige afstoot te trainen. Want het is een aanvalstype die heel veel aan bod komt in damesvolleybal. Goed, en dan de laatste vraag van de eerste vragenronde. Ik ga er twee bundelen, omdat het ongeveer betrekking heeft op hetzelfde. Dus de vraag van Sigi is, wat zijn de mogelijke aanvallende variaties voor een linkshandige middenspeelster? Ja. En daaraan koppel ik de vraag van Johan, wat met een linkshandige middenaanvalster die geen fly kan uitvoeren, hoe ga je die efficiënt uitspelen? Dat is een goede vraag. Ik had er ook met Jan de Brand onder andere over. Linkshandige middenaanvallers, die vinden we eigenlijk niet meer terug. Die vinden we eigenlijk niet meer terug in het internationale volleybal. Die linkshandige middens, dat is heel moeilijk. Die kunnen wel op één been voor de spelverdeler aangespeeld worden. Zo hadden we vroeger wel een aantal aanvallers die op één been shoot kwamen dan bijvoorbeeld. En die van daaruit
agressief de bal konden spelen. De kortachterbal zijn nog altijd wel mogelijkheden om als midden aangespeeld te worden, maar het is toch moeilijker en niet zo evident om een linkshandige aanvalster in het midden te hebben. Maar ik zeg het, een eenbenige afstoot kan zeker wel voor de spelverdeler, ook met shoot, maar is toch iets moeilijker. Ik weet niet of ik daarmee geantwoord heb op de vraag van Sigi ook. Die vroeg ik misschien eerder als hoekaanvaller. Ja, nee, bij Sigi was het ook de linkshandige middenaanvaller. Midden, ja. Misschien twee keer over het midden. Ja, dus moeilijker en het is zeer weinig terug te vinden op het internationaal volleybal. Dus waarschijnlijk zal er wel ergens een voorbeeld zijn, maar ik heb het in ieder geval de laatste jaren niet meer gezien. Dus minder en minder. Oké, goed, bedankt. Dan kom ik straks terug voor het tweede deel. Ja. Oké, nu ga ik over service. Hè. Dus ik ga het koppelen. Service, receptie, spelverdeling is het volgende gedeelte. Service, ja, we zien het verdwijnen van de standing floats van heel ver achter het veld. We zagen wel een voorbeeldje van Thailand, die dat nog wel eens regelmatig toepassen. Zo 9 meter achter het veld gaan staan en dan een float service gaan doen uit stand. Dat zien we eigenlijk heel weinig nog in het internationale volleybal. De fysieke toename is ook daar natuurlijk van belang. Er wordt daar gekozen echt voor een risico service, jump spin, jump float. Ook die jump float services zijn zeer snel, zijn zeer agressief. Ik heb er ook weer de snelheden bij geplaatst. Dat is iets interessants, vind ik wel, omdat dat nu ook meer en meer in die tv-captaties te zien is. Hè. Die Boskovic 115 km per uur serveert. Bij de mannen zitten we daar 130, 135. Zaitsev, dacht ik. Maar u ziet, die snelheden die zijn enorm. Hè. Wij passen dat ook toe op training. We hebben een snelheidsmeter waarmee dat wij de servicetrainingen constant meten, hè, dat wij de spelers effectief, dat zij weten van oké, ik serveer op deze kracht aan zoveel per uur. En we hebben dat ook een volledig EK bijgehouden als statistieken. De snelheden en de efficiëntie van de service. En wat het resultaat was van een service bijvoorbeeld aan 80 per uur, 85 per uur. Ik geef je het voorbeeldje van Marlies. Als zij aan haar service van 85 per uur zit, dan weten wij dat de kans zeer groot is dat de bal uit het net blijft. Hè, als dat ook al niet een ace is. Voor Brit is het eerder de jump spin service, die nu richting de 100 per uur ook aan het gaan is. Dus dat wordt ook wel gemeten op training. Wij gebruiken heel veel de elastiek tegenover de antennes, zodanig dat we echt een strakke balbaan kunnen creëren bij die jump floats. Straks over receptie komen we daartoe. En de link tussen de zeer agressieve jump float en geen bovenlandse receptie bij de dames blijft toch nog heel fel, omdat die floats echt zo agressief zijn en ook heel kort kunnen vallen. Achter het net is toch wel iets wat dat enorm is toegenomen in het damesvolleybal. De breekrendementen zijn hoger bij de vrouwen dan bij mannen. Dus ik denk dat dat ook al aangetoond is in de duur van de rally. Maar de breekrendementen om aan service te kunnen blijven zijn groter. Er zijn meer kansen om een aanval te verdedigen, is één oorzaak van het verhaal. Maar ook daar is het dus meer wat is gekoppeld daaraan. En dat is natuurlijk wel een zeer opvallende statistiek, vond ik. Toen we er op uitkwamen, is het de toename van de foutenlast in service. Bij de dames waren er vroeger wedstrijden waar je 2, 3 opslagmissers per wedstrijd zag. Dus aan een 5% gemiddelde foutenlast. Nu op het EK, het laatste EK 2019, was er een gemiddelde foutenlast van 16%. Wat er toch enorm meer gaat neigen richting de mannenvolleybal, waar dat er meer fouten gemaakt worden aan service en waar dat er bij de dames iets meer safe geserveerd werd vroeger, maar waar dat er nu geen kans meer is om dan aan de service te blijven als je kiest voor die simpele services. De Turkse Liga bijvoorbeeld, ook daar 12% fouten, dat ligt in de lijn, iets minder dan dat WK. Ik denk dat de Turkse Liga ook een topcompetitie is, waar de toppers aan het werk zijn. Een statistiek over de aces. Gelukkig zijn de aces ook toegenomen. Hè, want mocht het alleen maar de fouten zijn, ja, dan zou het helemaal ridicuul zijn natuurlijk. Maar je ziet daar, we waren in 2014 2,57% van de services waren aces. Nu zitten we in 2019 bij 6,26%. Dus de efficiëntie is ook gestegen. Dus daar is het echt wel te verantwoorden ook uiteraard om richting die agressievere jump server te gaan. En effectief te gaan uitkiezen, hè. Spelers te gaan uitkiezen die echt voluit moeten gaan voor het punt en andere spelers die eerder voor die tactische service gaan. Hè. Dat is bij elke ploeg wel van toepassing.
Ja, ik heb ook opnieuw een filmpje. Dit filmpje heb ik gevonden op Power Volleyball. En op YouTube is wel een interessant filmpje, vind ik, omdat hier effectief al de jaren stilletjes, tussen aanhalingstekens, met al respect, terugkomt. En hier zien we dat trage volleybal. Hè. We hebben daar net beelden gezien van het fysieke volleybal en de snelheid. Hier zie je zo'n standing float van heel ver. Combinatie volleybal. In de jaren 80. En je ziet die minder agressieve service. Toen mocht het net nog niet geraakt worden in service, uiteraard. Dus die verandering in volleybal in de regels heeft daar wel in meegespeeld. Hier zagen Cuba in die jaren toch wel dominant. De Russen ook weer met zo'n standing float. En die blijft bij de dames wel het verhaal van de float die agressief kan zijn. Nu, dit zijn nog van de jaren. Voilà, nu komen we bij Boskovic uit. Dit is het serverende geweld van deze decennia, zou ik maar zeggen. Dus het serverende geweld, jump spin service, die zeer, zeer agressief geserveerd wordt, die zeer fysiek geserveerd wordt. En dat we nu bij de dames eigenlijk wel meer en meer richting dat mannenvolleybal zitten. Dat is heel duidelijk. Daar kunnen we niet omheen. Ook bij ons passen we die twee typen services toe. Britt die nu geëvolueerd is naar een jump spin service. Die op het OKT zeer efficiënt was ook. Die ook op het EK tegen Polen een cruciaal achterstand in de vijfde set kon teniet doen. Céline met de geplaatste services, agressief. Die kan eigenlijk zeeslag spelen op het volleybalveld en overal die bal gaan posteren. Met een zeer agressieve service, hier net op het lijntje. En dan hebben we Marlies Janssens. Marlies die misschien nog niet zo gekend is. Maar die wel al 2 jaar op rij de beste serveerder van de VNL is. Van de Volley Nations League is. Dus echt op ingezet met haar om vanuit een standing float naar een jump float te gaan. Heel veel werk geleverd. Ook door haar om effectief die snelheid en die constante te kunnen houden. En zo heel veel punten kunnen maken voor de Tigers. Dus dat is echt een kernkwaliteit geworden van het team, van haar uiteraard ook, maar van het team om heel sterk te kunnen serveren. En zij is daar, denk ik, misschien wel de exponent. Ja, als je 2 jaar na elkaar de beste serveerder wordt in de Volley Nations League. Ik weet dat sommige statistieken bij de haren getrokken zijn, maar hier gaat het over het aantal aces gescoord, zowel tegen Brazilië als tegen Japan. Dat is duidelijk dan, denk ik. Dan komen we bij receptie. Afname, receptiekwaliteit is een beetje dubbel natuurlijk. De link met de servicedruk is daar. Kan je zeggen, is de receptiekwaliteit naar beneden gegaan? Zijn er niet meer die specialisten? Er zijn tijdens deze coronatijden heel veel interessante webinars gepasseerd. Je kan coaches aan het woord horen die je anders misschien niet kan zien op clinics. Maar ook die zeggen, of geven toch aan, dat de kwaliteit van de receptie iets meer achterwege gaat. Het ligt natuurlijk dubbel, hè? Dus de servicedruk is verhoogd en er is ook een keuze die gemaakt wordt om fysieke kracht te maken in aanval. Dus dat betekent dat er maar 1 echte receptiespecialist per team is. Bij de Italianen heb je Bossetti, bij de Duitsers heb je Geertis, die dweilen het ganse plein af. Hier bij de Polen, die echt wel in Europa het coming land zijn. Hè? Die vierde waren op het EK, maar die op het OKT verschillende matchballen hebben gehad tegen Turkije. Eigenlijk ongelooflijk. Als ze die match 10 keer spelen, gaan ze die 9 keer winnen. Maar die door de impact hier van die nummer 9, Stischak en Smartcheck, die twee hoofdaanvallers, en dan deze twee spelers vooral receptiegebonden, met 2,5 in receptie aan het spelen zijn. Dat blijft wel een moeilijke. Hè? Dus dat blijft een moeilijke, want de dames kunnen zo agressief serveren, jump float serveren, waardoor dat die moeilijkheidsgraad in service, en daar is het een beetje dubbel. En kiezen naar de balansen in je ploeg is altijd belangrijk, denk ik. Dat blijft ook sowieso. En de teams kunnen daar wel kiezen voor een structurele wissel. Met een receptiespecialist die daar dan wel in komt, die 3 posities achterin. Ook iets wat we bij de topteams vaak zien. Stischak die dan uitgaat als zij de 3 posities achterin speelt. Of Smartcheck die uitgaat. En op die manier kunnen ze altijd 6 rotaties overleven en een extra receptiespecialist inzetten. Die rollen kunnen dan, dat is niet een libero, maar dat is in eenzelfde truitje uiteraard, maar kan een extra receptiespecialist zijn. We zien nog altijd geen of heel beperkte bovenhandse technieken. Er zijn een paar voorbeelden. Ik heb een filmpje gemaakt. Soetinges is aan het proberen om bovenhands overeind te blijven.
Dat kan eigenlijk alleen maar op die simpele float, jump float services. Het blijft te agressief. We leggen daar een link met de nethoogte die toch lager is. Speelsters van 2 meter en die kunnen die bal echt recht naar beneden serveren. Strakke jump floaters die ook sneller kunnen vallen. Dat is toch nog anders dan bij het mannenvolleybal, waar het toch wel geïntegreerd is. Het bovenhandse technieke verhaal. Hè. De kracht in de polsen, de handen, de vingers. Misschien ook wel iets beperkter bij de dames dan bij de heren. Ik geef hier een voorbeeldje van Zoeting, die hier bovenaans een aantal recepties. Dus het komt wel voor. Zij is daar aan het proberen om op die manier overeind te blijven. Maar dat zijn ook type services die we daarnet niet in het voorbeeldje zagen natuurlijk. Niet zo agressief waren. Waar dat zij de controle kan hebben om achter die bal te blijven en te toetsen. Is misschien wel een evolutie als je met die hele grote spelers aan het werken bent. Dat zij daar moeten gaan kunnen. Wij trainen het ook op training zeer regelmatig om toch bovenaans die touch te hebben om die bal te toetsen. Maar het is zeker geen evidentie. Hè. Hier zie je al een hele moeilijke bal voor haar die ze nog net redt. Dus dan bij ons, wat passen wij regelmatig toe, is het shift-verhaal in receptie. Dus ook een beetje zoals daarnet Mihailovic deed. Dus de libero die in de zone van de aanvaller komt, zodat hij dan pipe kan komen gelopen. Dus de receptie shift gebruiken wij zeer veel. Celine die een zeer grote zone maakt, de libero die een grote zone pakt en die op die manier een extra aanvaller kan creëren of vooral ja, een tegenstrever kan verrassen. Hier zien we Celine die het mogelijk maakt voor Britt om die 40 te komen noemen wij dat. Dat is niet echt die pipe, maar dat is een pipe uit het centrum, waardoor dat zij eigenlijk ja, de volle verantwoordelijkheid in aanval krijgt. Nog zo'n voorbeeldje. Dan ben ik bij het onderdeel van de spelverdeling. Ook daar is het is niet dezelfde, we hebben niet dezelfde generatie spelverdelers die we kunnen opnoemen in vergelijking met de aanvallers. De slide die ik als eerste liet zien met de fysieke toename, de Boskovic, Egonu, Haak, al die aanvallers die Zoeting die aan ter sprake komen. Is het moeilijker te zeggen dat er zo'n topgeneratie spelverdelers is. Dus het is ook soms een beetje subjectief uiteraard. Ik hoorde in een andere webinar, je moet ook kijken naar de spelverdelers die effectief prijzen winnen met hun ploeg. En ik denk dat daar de mevrouw die op de foto staat, Volos, nu misschien echt wel de beste spelverdeelster geworden is. Die ook wel heel goed die klik vindt met Egonu. Idem bij de Poolse nationale ploeg met de opposit en Stischak. Maar daar zien we het verhoogde tempo in het aanspelen. Daar kunnen we niet omheen. Het USA-verhaal, het Italië-verhaal. Echt het verhoogd tempo in aanspelen om dan het blok te gebruiken in aanval. Creëren van ruimtes voor de aanvallers. We hebben het ook heel vaak over het 33-33-33 principe. Wat bedoelen we daarmee? Dus de verdeling van de aanvallers. En als je op het topniveau volleybal speelt, op het internationale niveau, als je tegen USA speelt en je komt op 2020 of 24-24 echt money time, ja, dan hebben zij nog altijd een evenwaardige aanvalscategorie die zij kunnen trekken, een aanvalstroef die zij kunnen trekken. Zij kunnen nog de shoot aanspelen of zij kunnen nog positie 2. Die aanvallers zijn evenwaardig aan elkaar en dat is het principe van ook de verdeling daarvan. Oké, iedereen krijgt nog altijd die ballen. En dan wordt het voor een blok en strategie af te bakenen veel moeilijker natuurlijk. En veel minder voorspelbaar dan wat gespeeld wordt. En dat is iets wat heel fel samen ligt met de spelverdeler natuurlijk. Het gaat over structuren. Wanneer speel ik wat? Wanneer speel ik overload? Tegenover welke blokken speel ik overload? Met wie speel ik overload? Is het interessant om dat bij die middenman te doen of bij die hoekspeelster? Dus het zijn allemaal zaken die waar dan een spelverdeler toch in opgeleid moet worden. En in het tactische denken moet vooruitdenken. Daar hebben we ook heel veel energie in gestoken. In het Yellow Tiger verhaal. Ik heb het overload verhaal, dus shoot positie 4. Straks heb ik een aantal voorbeelden die dat misschien wat duidelijker maken. Kort achter positie 2, de fly met positie 1. Dus altijd extra aanvallers gaan posteren tegenover 2 blokkers. Het spreidingsverhaal is uiteraard om de spreiding, de netbreedte te gebruiken. Shoot en positie 2. Kort achter positie 4. Het belang van de pipe aanval als vierde aanvaller daarbij. We zagen daar Britt al verschillende keren die in die open ruimte loopt. Om weer daar een blokker te gaan verschalken of tegen minder sterk blok te kunnen gaan aanvallen. En dat is natuurlijk iets wat heel fel
naar boven komt in het topvolleybal. Ik heb een aantal voorbeelden gekozen van USA. Hier is Carlini, maar er komt ook wel Poulter in beeld. Maar het gaat eerder over het type spel. Het versnelde snelle tempo die bij hen misschien wel het snelste is. En hier zien we een snelle bal, positie 4. We zien ook een rotatie 1, straks meer daarover. De fysieke eerste tempo, tegenaanval, shoot, overload. En dan zie je die hele snelle bal, die nummer 10, die al mee in de lucht gaat samen met die middenman en die dan een agressief tipje kan scoren. Nou, hier net hetzelfde. Echt, het tempo is net over die shoot, net over die middenaanval. Voilà, heel snel. Hier een spreidingsbal, waardoor die opposite kan tot scoren komen. USA die ook steeds kiest voor linkshandige aanvallers, opposites, linkshandige opposites. Zij hebben er 3 rondlopen in hun selectie en kiezen alleen maar voor die linkshandige, waarmee ze heel, heel snel tik tempo achteruit spelen. Dat is voor de coaches die de beeldjes tellen, die spelen tot 18, 19 beeldjes achteruit. Zeer snel. Hier zien we de pipe in de open ruimte, de shoot en pipe. Dan ook bij ons, met Ilka als spelverdeelster. Hier een overload situatie, goed uitgespeeld, shoot, tempo, Dominica die een blokker mee trekt. Hier ook Dijkema die gepincht staat en Celine die dan van de ruimte kan gebruik maken om te gaan scoren. Dus zo openingen creëren voor een aanvaller om te scoren. Hier bij Brit eenzelfde verhaal bij het overload verhaal, ook daar het tempo verhaal. Nog een bal, een gelijkaardige bal, maar waar Celine eigenlijk op hoogte iets minder aandacht was voor de shoot. Hier de spreidingsbal naar Kaya. Hier de spreidingsbal tegenover de Dominicaanse Republiek. Die altijd fixeren als midblok, dus daar spreiding. Een zeer interessant type aanvalsstructuur is voor een spelverdeler om te spelen. Weer een spreidingsbal. Dus ook hetzelfde verhaal die geïntegreerd is bij de Tigers. En hier zien we dat er minder aandacht is van die nummer 17. Minder aandacht in blok, zodanig dat Kaya kan scoren. Idem hier, pipe verhaal. Dan ben ik eigenlijk bij een tweede vraagronde beland. Dit ga ik nog even wegzetten. Ja, oké. Bedankt, Chris. In de tweede vragenronde, de vragen zijn vrij verspreid. Daarmee bedoel ik, behandelen verschillende zaken. Zowel specifiek als algemeen rond visie. Ik kom eerst even terug over de fly. Heeft volgens jou de afwezigheid van de fly-aanval bij heren alleen te maken met de krachtige aanvaller op positie 1? Of zou het te maken hebben met een aantal fysieke beperkingen? Ik denk vooral het eerste. Bij de mannen hebben heel veel opposites effectief die efficiëntie achter de 3-meterlijn om die een bal te scoren, landen ook aan het net. Het ligt vooral het eerste, maar ik ben geen mannentrainer, dus jullie mogen mij tegenspreken. Vooral het eerste, ik zie het zeer weinig. Ik weet dat Radovic in de tijd hier bij Roeselare, dacht ik, wel eens de eenbenige aanval gedaan heeft. Maar het is vooral de opposite die zo dominant is. Fysieke beperking denk ik niet. Zij kunnen even goed op één been afstoten als een vrouw, denk ik. Ja, oké. Goed, het tweede heeft meer te maken richting onze Yellow Tigers. Dus hoe wordt de visie en de richting van het spelconcept in het nationaal team bepaald? En de vraag is eigenlijk, vertrek je eerst vanuit het eigen potentieel en de kwaliteit van de beschikbare speelsters? Of ga je spiegelen aan een aantal spelconcepten vanuit topteams op wereldniveau om van daaruit te vertrekken en naartoe te streven? Allebei.
Dus we zijn afhankelijk van het talent. We zijn afhankelijk van fysieke zaken. Daar kunnen we niet omheen. We hebben veel minder die invloeden van... Ik noem nu Egono bijvoorbeeld, maar we hebben veel minder invloeden van andere origine. Ik zal het zo noemen. Dus wij moeten ons gaan spiegelen aan spelsystemen zoals Japan, zoals Thailand. Is wel heel interessant voor ons om te zien hoe zij scoren. Dat zijn wel beelden die wij constant gebruiken. Gert heeft ook de Tiger Days in het leven geroepen, waarin dat wij in het seizoen kunnen blijven trainen met de speelsters die binnen België spelen. Waardoor dat wij altijd die link kunnen houden met het internationale volleybal en effectief daarop gaan trainen, specifiek gaan trainen daarop. En het spelconcept is natuurlijk eigen Yellow Tigers. Je moet altijd kijken naar de balansen binnen je eigen ploeg. We hebben heel veel keuze moeten gaan maken om te kiezen voor serveerders, echt serveerders te hebben, om kunnen mee te doen op dit niveau. Als we die serveerders niet hebben, dan is het heel moeilijk om het aanvallende geweld tegen te houden. Wij hebben niet speelsters van 2 meter en 2 meter en 10, die hebben wij niet. Dus wij hebben sowieso minder blokkerende kwaliteiten. Wij moeten daar effectief gaan kiezen voor dat serverende. En dat is natuurlijk een keuze die gelinkt is aan het niveau waarop we spelen, maar ook gelinkt is aan een aantal zaken die binnen het eigen team zo zijn. En die filosofie is heel fel gepoint op het internationale volleybal. En natuurlijk, ja, wij willen heel graag, de speelsters uiteraard ook, willen heel graag op dat hoogste niveau VNL blijven spelen, omdat dat is zoals een WK. Hè. Dus daar sta je nog veel meer... In de belangstelling en in de picture als in een clubseizoen. Dus echt, dat is een topniveau om te spelen en daar wordt er wel voor gekozen. Ja, oké. Okay. Dan richting service. En waar ligt jouw focus als coach concreet? Wil je het punt scoren met service of wil je de tegenpartij zo onder druk zetten dat bepaalde aanvalsopties niet mogelijk zijn? Ja. Is weer wat dubbel. Voor mij is het altijd tactisch gelinkt aan in welke bloklijn staat er bij mij vooraan. En welke aanvallers staan er bij hen vooraan. Spelverdeler voor, spelverdeler achter. Kan daarin een bepaald tactisch gegeven zijn. Maar het is zo, en daar kom ik straks in een van de laatste slides op terug, wat het Liga A-verhaal bij ons in België betreft, denk ik dat we heel veel serverende kwaliteiten hebben. Alle ploegen in de Belgische Liga hebben serveerders. Die kunnen echt immens goed serveren. Dus er wordt heel vaak gekozen bij ons voor rechtstreekse punten. Effectief rechtstreeks, ga maar in service. In mijn eigen team, in Asterix, hebben wij Marlies natuurlijk, maar hebben ook Silke, hebben de middenmannen die effectief een rol hebben, zoals we bij de mannen de jumpspin serveerders hebben, die vol voor het punt mogen gaan. Dus dat is een beetje tactisch uiteraard, dus dat is wat dubbel. Al kiezen wij natuurlijk wel heel fel voor het inzetten op service, en dat gaat dan gepaard met natuurlijk foutenlast. Maar ja, wij kiezen daar ook de lijn van het internationale volleybal en gaan echt voor het punt. Maar ik zeg, het is ook wel een beetje gekoppeld aan tactische zaken natuurlijk. Het is niet alleen maar zomaar ogen dicht en serveren, dat zeker en vast niet. Dat wordt duidelijk gespecificeerd, maar ja, we kunnen niet ontkennen dat we in België goede serveerders hebben en dat die ook wel hun kwaliteit mogen tonen. Ja, oké. Okay, en dan de laatste voor nu, dat is je visie rond het werken met twee libero's. Is je nu effectief voor één libero die alles neemt, of probeer je ervan uit te gaan dat je kiest voor een specialist receptie en dan een specialist verdediging? Ja, weer wat dubbel. We hebben het dit seizoen bijvoorbeeld beide gebruikt. Een iets betere verdediger en iets betere receptiespeler. En van daaruit proberen te kiezen voor het beste van de twee. Dat hebben we regelmatig al toegepast, ook in de VNL toegepast. Met Jody en Anna die zo in die rol beland zijn. We zien het op internationaal niveau ook nog. Hè. Dus echt specialisten in defense die echt kwaliteiten hebben zoals een keeper. Die ballen kunnen gaan verdedigen. Die minder kwaliteiten in het puur receptiespelen hebben. Dan kan je daarvoor kiezen. Ik denk dat het altijd moeilijk is. Een libero moet sowieso altijd in en uit van het terrein gaan. Als je dan met die dubbel rol speelt, is dat nog eens dubbel zo fel. En het is zeker voor de verdedigende libero geen evidentie om in de wedstrijd te zitten. Dat is geen evidentie. Om daar echt voor te kiezen, puur opleiding, dat zou ik zeker niet doen. Om een specialist alleen maar defense. Maar oké, het is natuurlijk zeer belangrijk dat we toplibero's kunnen opleiden die in defense fenomenaal zijn. Hè? Die zoals Di Gennaro ballen kunnen gaan verdedigen.
Dus dat kan helpen. Dat kan helpen om hen al iets sneller op dat internationale niveau te brengen. Stel dat receptie nog iets minder is, maar dat ze wel al fenomenaal zijn in defense. Dat kan dat helpen. Maar het is niet evident. Het is zeker niet evident om als libero zijn. Ik ben zelf ook libero geweest, dus ik kan er een beetje van meespreken. Het is niet zo evident om altijd in en uit te zijn. Oké, goed. Dan kom ik straks nog terug voor de laatste vragen. Ja. Dan kom ik bij de alternatieve rotatie 1. Dus de rotatie 1, spelverdeler op positie 1. Dat zie je bij de dames. En dan kan je discussiëren over het modeverschijnsel of niet. Iedereen aan de linkerkant staan. Ik had al een aantal voorbeelden getoond van USA, waar dat iedereen de receptiehoek effectief receptie pakt op positie 4. En de opposite gaat lopen bij USA is daar rond naar positie 2. Dat is vooral een zoeken naar oplossingen om side-out te versterken. Vanuit mijn filosofie, vanuit onze filosofie, kan het zijn om bijvoorbeeld receptioneel sterker te staan op positie 1 en de libero daar te kunnen zetten. Dat is één voorbeeld. Een ander voorbeeld is bij het damesvolleybal het fly-verhaal. Vaak heb je twee middenmensen die fly echt kunnen lopen en dan kan je die fly lopen vanuit die side-out in rotatie 1 met drie aanvallers. Dan kan die daar gaan lopen. Een ander punt is om je spelers meteen op hun voorkeurspositie te hebben. En complex 2 in block defense dan. Dus dan staat u opposite meteen op positie 2 en staat u receptiehoek meteen op positie 4. Het blijft altijd een moeilijke oplossing. Bij USA kiezen ze er effectief voor, omdat die linkshandige opposite op 4 minder efficiëntie heeft dan de andere rechtshandige uiteraard. En daarom loopt die om. Bij China zien we Zhuting altijd op positie 4 staan. Ja, ik heb al wat beelden getoond van Zhuting. Ik denk dat dat logisch is dat zij daar altijd naartoe willen, maar ze zetten die daar ook uit receptie. Dus dat is een ander voorbeeldje dat ik dadelijk toon. Andere landen die toegepast hebben, komt vanuit Azië. En ik heb ook bij Perugia het voorbeeld gezien met Leon. Dus ik heb de vraag gesteld aan Brecht. En die zei, ja, Leon, positie 4 hebben is natuurlijk sowieso een meerwaarde. En die hebben daarvoor gekozen. Maar die hebben dat speciaal gedaan, maar ik toon het dadelijk eens. Dus dit is vanuit, zelfs een voorbeeldje, herenvolleybal, die toch wel iets komt vanuit het damesvolleybal. Dus hier zien we de Chinezen die opgesteld staan. Je ziet hier de R2, dus Zhuting die hier staat, M3, en de opposite die mee in receptie staat. Dit is het systeem China. Zhuting die in aanval kan komen. Dus ik zei het al, zij kiezen daar echt voor een opposite die cementspeelster is, die ballen brengt, receptionele verantwoordelijkheid heeft. En dan eigenlijk een afleider is, loopt, combinatie loopt. En zo de middenman en Zhuting, uiteraard vooral Zhuting, kan helpen om te scoren. Hier zijn een aantal voorbeelden waarin dat ze telkens het punt kan scoren, maar waar zij niet bereikbaar is in receptie. Je kan haar niet uitserveren, zij is altijd aanspeelbaar. Dus dat is hun filosofie, rotatie 1. Dan USA, rotatie 1, daar zien we de linkshandige opposite die altijd omloopt. En die zo komt aanvallen op positie 2. En je ziet, het is geen opstellingsfout, dus die vertrekt daar langs de kant van positie 3. En kan hier direct op haar voorkeurspositie aanvallen. Als linkshandige toch wel een voordeel om op 2 te kunnen aanvallen. Geen evidente rotatie. Dus geen evident voorbeeld, ik zal het zo zeggen. Ik wil het zeker niet gaan pushen in een opleidingsverhaal van oké, we kunnen zo. Dit zijn mogelijkheden om je side-out te versterken en misschien zwakke punten te gaan verbergen. Mits goede service kan dit ook wel wat uitgeschakeld worden. Maar het wordt constant toegepast door hen. Ze hebben het al twee seizoenen op deze manier gedaan. En dan zie je hier een voorbeeldje van Perugia. Voor de herentrainers onder jullie toch een beetje herenvolleybal. Hier staat Leon. Maar Leon die staat effectief in het midden van het terrein. Dus Leon staat eigenlijk op positie 6. Dus hier in het midden van het terrein. Hier gepositioneerd. Dit is hun R5, M3 opposite. Ik liet mij vertellen dat het voor Atanasevic anders niet mogelijk was om hier op tijd op positie 2 te zijn. Dus deze spelers ook weer daar. Ik was mij eerst aan het afvragen of het zeker geen opstellingsfout was, maar het is het dus effectief niet. Hier kan je Leon nog altijd wel bereiken. Maar natuurlijk op positie 4 aanvallend brengt hij wel een enorme meerwaarde. Hier staat hij opnieuw op 6.
En daar zie je ook het toepassen van de receptieverantwoordelijkheid. Dat wordt daar uit receptie gezet. Duidelijk waarom. En hier, ja. En ook duidelijk waarom dat hij op positie 4 dan daar moet staan. Hè. Dus de receptie brengen of niet maakt niet zoveel uit, denk ik. Die tegen een 3-blok zo'n bal slaan. Dus het is een zoeken naar oplossingen. En het is knap dat het ook bij de mannen dan toegepast wordt. Hè. Dus ik weet niet of dat effectief vanuit de dames komt, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, het is ook een voorbeeldje van een alternatief. Maar ik zeg het opleidingsgericht, zou ik daar niet te fel mee bezig zijn. Ik denk dat het vooral een oplossing kan zijn. Oplossingen die komen, die ook in het Aziatisch volleybal standaard waren, die wat overgewaaid zijn naar Europa. En dan kom ik bijna aan het einde, bij een vergelijking met onze Liga A-competitie in België. Ik heb er al een stukje over gezegd. Ik denk dat we een competitie zijn met meer complex 1 specialiteiten dan complex 2 specialiteiten. Dus meer service specialiteiten. We hebben een heel hoog niveau van service. We hebben een minder niveau in blokverdediging. Daar moeten we effectief aan werken. Daar is zeker een werkpunt. Kijk ik ook in eerste plaats naar mijn eigen team of naar onszelf. Minder fysieke aanvalsters. Het aanvallend vermogen in out-of-system situaties is minder die fysieke aanval, effectief het fysieke krachtige voor het punt gaan. Bij ons zie je heel veel rally-systemen, zie je heel veel ballen die in blok geslagen worden, blok recup, dekking, nieuwe situatie creëren. Er worden heel veel rallies gespeeld. Een positief punt wel aan onze competitie is het feit dat het een homogene competitie geworden is. Het is een heel spannende competitie geworden. Maar er is wel een minder fysiek gegeven wat het aanvallende verhaal, blokkerende verhaal betreft. Er wordt ook minder 3-meterlijn dreiging aanwezig, zoals de opposites, een voorbeeld van Boskovic en echt die power aanvallen, die positie 2 zo, en positie 1 zo bedreigend zijn. Dat hebben we minder in onze competitie. Ik denk dat het voor de ontwikkeling van de libero ook niet zo evident is om als je dan een libero moet gaan zijn die dan plots aanvallen moet gaan verdedigen van een Egonu of van een Boskovic, dat is niet zo evident. We hebben minder harde aanvallen. We hebben ook minder die confrontatie met die harde jumpspin. Er zijn heel weinig speelsters in de Belgische competitie die effectief die harde jumpspin beheersen. En daarom wordt er wel vaak gewerkt met het ballenmachine uiteraard. Hè, dus dat kunnen we daarmee compenseren. Maar dat is geen evidentie om dat effectief te gaan toepassen in de competitie. Blok heb ik ook al gezegd, onder andere door het gebrek aan lengte. De speelsters die niet van 2 meter of 1,90 meter, de grotere speelsters, zijn minder aanwezig in onze competitie. Dus het is minder een beeld die we terugzien. Het internationale volleybalbeeld is minder een beeld die we terugzien in onze eigen Liga A-competitie. En waar we toch echt wel moeten aan werken, denk ik, absoluut. Een aantal zaken kunnen we niet aan werken, maar dat moeten we eerder zien als een opportuniteit, vind ik. En moeten we niet zien als een beperking, maar moeten we zien als een opportuniteit om beter te verdedigen indien we blokkeren, bijvoorbeeld te weinig lengte hebben, om dan toch maar beter te verdedigen. Dus ik denk dat we daar zeker nog wat stappen kunnen vooruitzetten in ons Belgische volleybal. En dan als afsluiter nog eens opnieuw voor de mannentrainers. Een blik over het muurtje bij het mannenvolleybal, maar ik wil daar de link leggen tussen wat we gezien hebben bij het damesvolleybal. Dus het is niet zozeer als voorbeeld, maar ik wil wel de link leggen tussen de twee. En dit zijn beelden van Polen tegen Frankrijk in het Olympisch kwalificatietoernooi. Hier zien we de snelheid, positie 2, die snelle bal achteruit, die we ook bij de dames zien. Het receptie-shift-verhaal. Kubiak, agressieve tip. Overload-verhaal, shoot-verhaal. Bovenaanse receptie, minder van toepassing, maar je ziet het service geweld is niet van die aard jump float als bij de dames. Het gebruik van blok en gapet. Ja, de jump spin aanval, aanval in de nul situatie. Oké, hier het duwen tegen het blok. Ik denk dat we daar bij de dames nog te veel schrik hebben om dat effectief te gaan doen. Te weinig doen, die een bal echt op het net brengen en duwen. Hier het tipverhaal, agressief tipverhaal van Kubiak. Je ziet hier die jump float. Aanvalsvariaties bovenop de blokhanden.
Oké, okay, en hier ook altijd fysiek blijven gaan voor dat punt. Het zijn voorbeelden die wij ook regelmatig tonen aan onze dames. Hè. Dus we willen effectief ook dat volleybal als voorbeeld hebben en tonen dat op die manier ook wel effectief kan gevolleybald worden. Zo ben ik ten einde van de presentatie en ja, kan ik nog een volgende vragenronde doen, denk ik. Ik denk dat we nog net wat tijd hebben daarvoor. Ja, oké, er zijn inderdaad nog een aantal vragen binnengekomen. Sommige zullen we nu nog behandelen, de rest zullen we behandelen in de naverwerking. Dus een eerste is gewoon de vraag van naar jou toe. Geef jij de voorkeur aan perfectioneren van goede kwaliteit in jouw team of eerder in het wegwerken van zwakheden? De voorkeur om naar perfectie toe te gaan, natuurlijk. Ja, ik heb wel een beetje een stempel of etiket van het tactische verhaal van mijn verleden als scouter en zo proberen zaken weg te moffelen. Ja, maar het moet in ieder geval, in ieder geval is de intentie om de kwaliteiten meer in de verf te gaan zetten en die verder uit te bouwen en de zwakke punten zoveel mogelijk weg te werken. Daar heel fel. Heel fel aan te werken. Dat is zeker wel. En niet altijd een middeltje vinden om een technische tekortkoming weg te werken. Ik denk dat dat goed is als we effectief naar een resultaatsfase zitten, dat dan moet. Maar in een opleidingsfase moet je toch proberen om een speelster zo compleet mogelijk te maken. En dat is toch wel onze filosofie. Voorlaatste vraag dan. Is het soms een optie om de libero positie 6 te plaatsen? Kan misschien minder evident zijn voor de overname, maar zou misschien toch een voordeel zijn voor diepe afgeweken ballen. Hoe sta jij daar tegenover? Ja, gebeurt ook regelmatig bij de Tigers. Ik heb het voorbeeldje niet getoond in het filmpje om niet te ver te gaan, maar er zit een filmpje nu van defense bij de Tigers waar Celine effectief op 5 verdedigt en de Libero op 6 verdedigt. Dat biedt een aantal versterkende mogelijkheden in verdediging, positie 5. Duidelijk. USA heeft het ook regelmatig toegepast om daar op 6 hun libero te zetten, maar ook USA heeft heel vaak, ze zijn eigenlijk nog altijd aan het zoeken naar een top libero. Die hebben niet de libero van Italië, die kwaliteiten hebben die niet. Dus die hebben daar eerder een receptiehoek staan, die op 6 natuurlijk ook wel handig is. En die van daaruit ook de pasovername kwam doen. Maar het is veel moeilijker natuurlijk. Nu, de pasovername kan ook gebeuren door die receptiehoek die op 5 staat natuurlijk, om de pas aan te geven. Het is vooral een balans ook weer, denk ik, het afwegen van waar gaan we de sterkste verdediger plaatsen en dan kan de libero zeker ook op 6 staan. Hè. USA heeft het een ganse tijd gedaan, zijn er nu wat van afgestapt en staan eerder terug op 5 omdat ze met een ander type libero aan het werken zijn. Allee, echt een type libero, geen receptiehoekspeelster. Zij spelen heel regelmatig in hun internationale volleybal met Courtney, die eigenlijk een receptie ook in de Italiaanse competities, maar die als libero speelt voor het nationaal team, zouden voor Robinson. Dus eerder daar dat hij op positie 6 terechtkomt. En dan de laatste is eerder ook een beetje vanuit functie als jeugdcoach. Als coach van opleidingsploeg wordt er enorm hard gefocust op de opstelling en de daarbij horende regels. Echter merk ik dat op het topniveau nog een opstellingsfout, bijvoorbeeld te snel vertrekken, wordt genegeerd. Wat is uw mening daarover en hoe belangrijk is het om op deze regels te focussen bij de opleidingsploeg? Ja, ik stoor me er gigantisch aan. Dat is een goed voorbeeld, dat is een goede vraag. Ik heb het voorbeeld effectief in de VNL, bijvoorbeeld Turkije. Die hebben middenmensen die voor de opslaggever al verplaatsen en op een andere plaats staan, effectief al klaar om aan te vallen. Terwijl de serveerder moet serveren. Dat wordt inderdaad niet afgefloten en het is ongelooflijk. Ik moet zeggen, ik heb het zelf effectief gemonteerd. Ik heb het getoond voor een VNL-wedstrijd aan een Amerikaanse scheidsrechter die toen zeer hautain zei van niet doen. Maar ik vind het niet correct. Ik vind het niet correct. Je kan niet te vroeg vertrekken. Je moet je aan de regels houden. Ze worden internationaal wel veel minder gefloten dan hier in België. We hebben zoals een oefenwedstrijd gehad tegen Turkije, waarin die steeds werden afgefloten voor een opstellingsfout, effectief opstellingsfout. Waar Guidetti gek werd natuurlijk.
Ja, het wordt internationaal minder gefloten, maar ik vind het niet correct. Hè. Dus het moet reglementair juist zijn. Je kan eventueel je opstelling een beetje opschuiven zoals ze bij Perugia doen, waar Lyon dan op 6 gaat staan. Maar opleidingsgewijs moet je altijd naar het juiste gaan. En er zijn opstellingen. Hè. Dus in volleybal hebben we gekozen, is er nog altijd het systeem van rotatiesysteem en opstellingen. Dus dan moet je daar ook aan houden natuurlijk. Oké, bedankt voordat ik het afsluitend woord aan jou geef. Wil ik één ieder van harte bedanken. Dus we hebben in totaal 7 webinars gehad. Nogmaals bedankt voor de massale respons en vooral de positieve reacties. Ook van dit van Chris komt er een naverwerking. Die sturen we door naar één ieder die was ingeschreven. Komt ook op volledig trainersplatform te staan. Maar we gaan ook in de loop van volgende week alle webinars, alle video's daarvan ook gaan publiceren op het kanaal van Volley Vlaanderen. Maar het afsluitend woord, Chris, laat ik aan jou alvast bedankt. Ja, dank u voor uw aandacht. Bedankt ook om deze kliniek te kunnen geven. Ik denk dat het... Ik hoop dat het alleszins inspirerend ook kan werken voor jongeren. Zeker ook de beelden te kunnen gebruiken in trainingen. Om effectief het top internationaal volleybal. Onze volleybal is geen mediatiseerde sport, of toch zeker in België niet. We moeten ervoor zorgen dat er heel veel jonge mensen aan het volleyballen geraken. En hoe kunnen we hen best inspireren dan door beelden te tonen? Ik denk dat dat zeker een meerwaarde kan zijn. Ik stuur ze zeker ook graag mee door in de naverwerking. Dan wens ik iedereen een fijne vakantie. Want er zullen waarschijnlijk ook wel wat vakantiemomenten aankomen. En zeker een gezonde, opnieuw opstart van de competitie. Daar kijken we met z'n allen heel erg naar uit. Ook wij. Dus ik hoop jullie snel terug te zien. Bedankt.